gloednieuwe aflevering van Mario 64 Reis. Jullie zien dat wij nog steeds dezelfde kleren aan hebben, dus het is dezelfde dag. Ik heb altijd dezelfde... Nee, ik heb eindelijk andere kleren aan! Wat goed! Dus dit is eigenlijk minuten na die fatale aflevering van Ivarnet. Ik heb gezegd dat je die niet online mocht zetten. We zouden dat even opnieuw doen. Ja, nou ja, hij is weer... Heeft hij hem online gezet? Ik doe alvast een voorspelling. Hij is demonetized door Ivar's taalgebruik. Jij wil zeggen dat hoerenkots niet kan. Nou... En bij deze. Deze is ook demonetized. Mensen, heel veel plezier bij deze aflevering. We gaan even kijken of Ivar daadwerkelijk tijd kan winnen deze aflevering in plaats van verliezen. Ik denk het niet. Dames en heren, het is tijd voor revenge. Na een aantal afleveringen complete desastreuze resultaten heb ik mezelf herpakt. Zowel lichamelijk als geestelijk. Met deze positieve instelling zullen wij de wereld van Mario... overwinnen. Let's go. Oh, ik heb geen timer gestart. Fucking hell. Het maakt ook niet uit, want Kevin start toch ook een timer digitaal. Maar dan heb ik een ongeveer tijd. Het is gewoon hetzelfde principe als altijd. Alleen dit keer doen we het niet precies na elkaar. Maar doe ik het gewoon veel later dan hem. Dus ik ga hier zo op A klikken. En tegelijk op start. En dan gaat de stopwatch beginnen. Ik zeg, here we go. En wij moeten dus 5 sterren gaan halen. We hebben er 30 nu in totaal. En wat ik toch wel een beetje... Oh, niet eroverheen. Wat ik toch wel een klein beetje heb, is dat ik het idee heb dat ik toch voor 100 muntjes in een aantal levels moet gaan. Voordat ik echt verder moet. Want volgens mij moet je echt alle sterren halen. En ik heb natuurlijk niet in alle levels 100 muntjes gehaald. Zoals in deze. In deze... Oh, Behind the Chain Chomps Gate. Oh my god, deze heb ik ook nog niet gedaan. Oh ja, in sneltreinvaart. Onderdeel van het spel. Volgens mij zijn we beide nog niet naar de tuin geweest. Waar natuurlijk ook een superleuk level is. We kunnen al door die andere smiley deur. Gaan we natuurlijk nog niet doen, want... Ja, laten we eerst gewoon dingen afmaken of zo. Hier is dat tyfus pleuris konijn nog weer. Ik vond dat ik je had. Maar goed, ik ga je ook even in je waarde laten. Want ze is het ook weer dierenmishandeling en zo, demonetizing. Bully the bullies. Ja, we hebben net, zou ik zeggen. Nou, ik heb net, want dit neem ik meteen daarna op. Ik heb, de big bully al verslagen, maar er zijn ook kleine bullies. Knullybullies noem ik ze ook wel eens. En ik heb geen idee waar die staan eigenlijk. Of via welke weg ik moet gaan. Maar we doen even deze weg. 100 muntjes halen en de ster achter die blaffende grote bal, zeg maar. En daardoor zullen we al gelijk 2 sterren halen. In hopelijk een niet al te lange tijd. En dat is... Oh, waar ga je naartoe, Mario? Dat is toch wel iets wat heel prettig zou zijn. Oh, ik wil dit muntje heel graag. Ah, dan kom ik weer niet hier natuurlijk. Oké. Nee, nee. Woep. Zo. Daar komen we zo meteen voor terug voor jou. Auw, grote vriend, wou ik zeggen. Zijn jullie de bullies? Nee, want jullie waren er net... Ik weet niet of jullie de bullies zijn. Volgens mij zijn er meer namelijk. We gaan even verder kijken. En die moeten gewoon even vanaf het hele platform schoppen. Het is allemaal niet zo heel spannend. Auw. Maar zo gaat het niet goed. Oké, hoe kom ik nou daar? Blauw! Wow! Dit was... Oh, jullie zijn de bullies. Dit is lastig. Ik moet ook... Oh! Hoe moet het ook alweer? Ik moet ze schoppen, hè? Ja. Rustig aan, jullie! Hier zitten als het goed is wel... Oké! Hier zitten namelijk wel muntjes. Jazeker. Die pakken we gewoon heel eventjes mee. Oh, en extra leven. Altijd handig. Altijd handig. Hiervoor is namelijk al best wel vaak game over gegaan. Dat hebben wij dan iets minder. Goed, hier zitten als het goed is nog een aantal... nog extra leven en nog een muntje. Zo, dan zitten we alweer op 40 muntjes, jongens. Ik ben benieuwd hoeveel we er kunnen halen. Trouwens. We moeten eerst... Voordat ik het helemaal vergeet. Eerst moeten we de muntjes in de sky gaan halen. Waarom? Nou, dat zal ik jullie even vertellen. Anders gaat die ster daar in de lucht hangen. En wat hebben we daaraan? Helemaal niks. Dus wat wij gaan doen? Oh, wij gaan hier omhoog. Ah, come on! Nee, ik wil aan de andere kant van jullie staan! Oh, jullie duwen me! Jullie zijn inderdaad bullies! Niet knullybullies! Jullie zijn gemene bullies! Ah! Sterf toch, jong! Sterf! Ah.
Irritatiefactortje. Nou, dan ben ik er bij. Ja, vind ik ook. Dat doet pijn, jongens. Jullie zijn fucking irritant. Ga eraf. Val eraf. Val er. Oh, dit is zo irritant. Het is echt heel naar. Godverdorie, bullies. Stomme bullies. Oh, ga er. Nee, oh, ik had je bijna plumper. Nee, nee, nee. Goed, we gaan hier zo iets hoger dan de boom. Niet eroverheen. Een beetje hier. Nee hoor, dat is hem niet. Nee, dat is hem absoluut niet. Iets hoger. Gewoon. Daar. Nee! Is het dit dan? Oh, thank god. Het was alsnog bijna te laag. Zagen jullie dat? Ik wil... Oh, dit is niet goed. Ik kom er niet zo, hè? Oké. Nee, ik moest niet naar jou! Ik heb niks met jou te maken meer! Ik moest niet naar jou! Huh? Kom met dat ding... Oh, camera, draai nou eens een keer zoals ik wil! Ah, dit was niet onderdeel van mijn plan! Ja, ik had een plan. Hij was waterdicht. Maar ja, met al deze verbrandingsovens hier... Doe me geen pijn, ik heb die munten nodig! Nou, bullies... Jullie zijn geen knullybullies meer. Nee, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde die knop niet. Ga weg! Hé, dat zijn 2-1. Ik... Hou op nou met me! Vuile takken! Ah, je flikkerde de half sekel! Op! Hé, hé. En nou jij nog. Padjakkertje! Anus! Potjam! Potjam! Dory! Ik klik hoor! Zo. Nou, geef me een ster. Nog één! Goed, we zitten op 50 muntjes. Ik wil hier toch nog wel tot de 70, denk ik. Dus ik wil hier toch nog wel 20 muntjes vandaan zien te snoepen. Ah! Day 2. Niet als je alles mist, Kevin Dooms. Day 3. Zeven muntjes. Kan ik nog 7 muntjes scoren hier? Ergens? 6 muntjes. Ik pak iedere keer weer 1 muntje, dat is toch niet te doen. Hier, ik vlieg overal tussendoor, hoe is het mogelijk? Day 4. Ah, absoluut niet. Veel te laag. Ja joh, tuurlijk, vlieg maar weer overal tussendoor. Goed, we gaan gewoon op hoop van zegen. In de hoop dat we niet nog terug moeten. Dat er nog genoeg muntjes te vinden zijn. Hier zo. Ik hoop het zo, jongens. We gaan sowieso die bom eventjes allemaal meenemen. Dit is onfortuinlijk! Heb jij een ster? Yay! Eerste ster in 5 minuten. Nu we zover in de game zijn, vind ik dat het helemaal niet slecht. Oh, wat fijn. Wat moest ik nou nog meer doen in dat level? Misschien dat ik toch alvast die rode pak. Ah, nee, natuurlijk. Tuurlijk. Oké, hoe doe je dit ook weer? One eternity later. Ga maar die kant op, Mario. Schiet alsjeblieft op, Mario. Schiet op, Mario. Schiet op, schiet op, schiet op, schiet op. Schiet op, schiet op, schiet op, schiet op. Schiet op, schiet op. Ja! Kijk, oh, nou hebben we die ster. Maar die, dat is nou net niet de ster die we willen. We willen namelijk 29 muntjes vinden. Au. Hier op deze berg.
Alsjeblieft, geen bal. Goed zo. Hier liggen namelijk muntjes. Zit op 76. Hier zitten er nog een paar. Oh, zeg me niet dat dit de laatste waren die hier op die berg zitten. No! Oké, we moeten nog ergens 20 munten vandaan zien te toveren. 19. We zitten nu al op 80. Nou gaan we ook niet opgeven natuurlijk. Ja, dan moeten we toch de lucht weer in. En dan moeten we... paar pakken? Nee hoor, vliegt er gewoon kaart overheen. Klootzak. Oké. Hier zitten nog een paar van die mannetjes. Die kan ik nog wel killen. Zo, volgens mij hier zit een blok. Deze kan ik kapot maken. Ja! Oh! Ja! Ja! Jongens, haha. Kwartier. Kwartier zijn we bezig, maar we hebben 100 muntjes in dit fucking level gevonden. Red hot log rolling. Red hot log rolling. I seriously don't know. I have no clue. Oh ja, ik heb wel een clue. Ik weet in ieder geval waar nog een andere ster zit. Dat weet ik wel. Maar ik weet niet of ze dat bedoelen met dit. Ik ga even varen. Oh, dit is. Oh ja, dat zie je wel. Ik wist het wel. Doe me dit niet. Ah! Nee, oh god. Oké, wat we nu gaan doen. Wij gaan naar die chain chomp ding hier zo. Dat mannetje. En dan gaan we zeg maar dat paaltje naar beneden ketsen. Want wat we dan kunnen doen. Snel, snel, snel. Ah! Oké. Rustig. Boom! Hij is vrij. Yes, dit hebben we snel gedaan. Dit is in een minuutje, deze ster. Dat is heel erg fijn. Oké, twee sterren. En dan hebben we geloof ik alles in dit level gehaald. Dus dat is heel erg prettig. Joppa, here we go! Zo, dan kunnen we hier eindelijk weg. Daar zijn muntjes, geen paniek. Maar er zijn ook bullies. Gemene, nare mannen. Die mij het leven zuur proberen te maken. Je moet gewoon rustig blijven, Ivar de Groot. Doe dat nou niet! Dat was echt dom! Dit is dus super moeilijk. Oh, don't do it anyway. Oh, die kant op. Haha. Nou, dat was pittig hoor. Dat zit ik toch wel in categorie pittig. Yay, ster 2! Wat heeft het level nog meer voor onze pet? Oké, dat we nog in de vulkaan moeten. Geen zin in. Hot food into the volcano. Oké, wel into the volcano. Oké, gaan we doen. Dat gaan wij doen. In de vulkaan is het feest. En warm. Mario trekt toch iets uit, man boy. Ja, jij bent een bully en ik vind je stom. Stop beste, een stapel gek op jou. Ja, maar dat opslaan weet ik niet. Oké, hoe moest het ook weer? How did I get into the volcano? Well, just burn your ass. Dan moeten we nog 3 sterren ergens vandaan weten te halen. Nou weten we dat hier beneden
een konijntje rondloopt. Die geeft ons ook een ster, dat konijn. Dus zullen we die dan maar heel eventjes gaan fixen? Dat we dat konijntje even gaan vangen? Dat kan toch ook niet langer dan een minuutje duren? Dan hebben we toch al 3 sterren in bijna 20 minuten. En dat voelt toch wel iets beter dan eentje in een kwartier. Waar is dat konijn? We gaan het konijn zoeken en die gaan we vangen. Hier is het konijn. Oké, dit konijn moeten we vangen. Ik heb hem. Wauw, jongens. Dit gaat snel. Dit zijn zeg maar die tijden. Daar doe ik het voor. Kom maar op met die ster. Ja, kom maar op. Dankjewel. Here we go. Yippie, oké. Ah! Ik vind het toch spannend. Ik zeg wel dat ik het allemaal kan, maar ik vind het ook allemaal heel spannend. Kijk, dit zijn de dingen die dan niet moeten gebeuren en die dan wel plaatsvinden. Het is onfortuinlijk. Ik ben veel te roekeloos ook. Ik ben echt heel roekeloos. Hou op! Dank u. Oké, dit is zo leuk. Ik moet dus van paal naar paal springen. En dan denk je, easy. Nou, dat denk je waarschijnlijk niet. Je denkt, what the fuck. En dat is ook waar. Kijk, daar is een ster. Geen idee of ik daar nog iets moet doen. Ik wil die ster klaar mee. Yes, ster 3! Wauw! Oh, net iets over de 10 minuten. We zijn zo goed, we gaan inhalen. We slaan Kevin op zijn mijl. We slaan Kevin op zijn mijl. Elevator tour into the volcano. Ja, die is pittig. Maar we gaan het wel doen. Want hey, wat moet? Dat moet. Oké. Into the volcano. Ja, ik ga echt me niet meer druk maken om jou. Je bent echt een onrelevante sukkel. Wauw, dat ging echt een leidakje. Nu denk je, we gaan die kant op. Die kant op. Maar dat doen we niet. We gaan de andere kant op, want daar is een elevator. Ook wel lift in het Nederlands. En dit is pittig. Je moet op tijd springen. Je moet blijven focussen. Je moet niet huilen. En ik denk dat dat laatste voor mij het moeilijkste is. Red Hot Log Rolling. Oké, dat is de ster. Die zit daarachter. Ik wilde eerst... Zie je, hierachter zit een ster. Ik weet niet precies hoe ik daar kom. Waarschijnlijk via de rechterkant. Zo, via hier. Oké. Here we go. Here we go. Via hier. En via deze knurftjes. Hierop. Volgens mij is dit hoe het moet. Ah, nee. Terug hierop. Goed zo. Oh, shit. En toen, hè? Oh, Mario. Oh, nee. Nee! Oh, sukkel. Moet ik ook overspringen? Ja! Zie je tot nu toe? Geen paniek. Kom nog wel hoor, de paniek. Oh ja, oh ja. Oh. Like I don't remember that. Nee. Ik wil nog niet doodgaan. Oké. Ander plan? Nee, hetzelfde plan. Iets andere uitvoering. Yahoo! Oké, we gaan snel naar dat plekje toe. Ahahaha. Dat ding gaat ons dus keihard flamen. Dus we gaan een beetje aan de zijkant staan. En dan hebben we het, geloof ik, overleefd. Of komt er nou nog eentje die ons kapot kan maken? Oeh, die was net op tijd. Goed. En nou rustig aan, Kevin. Die staat hierboven. Dit ding moeten we goed oppassen. Jongens, dit hebben we snel gedaan. Hier ligt als goed is de ster. Yeehaw! En dat betekent dat we op 34 zitten. Dat betekent dat we nog 1 ster moeten hier. En ik denk dat ik weet welke dat is. Moet ik via de echt ridiculous stunt methode gaan? Deze methode. Dat is niet eerlijk! Want dat was niet verwacht! Overstappen op de volgende Intercity! Nee, doe maar even niet.
Dit is allemaal niet... Ah! Omhoog, omhoog, omhoog! Sukkel! Je was er bijna, man! Fuck! Er is geen banger hart, geen banger hart dan dat van mij. Het kan zo niet langer, anders keert men zich nog tegen mij. Niet zo inzoomen, want dat vind ik niet zo fijn. Geen banger hart van Mario. Geen banger hart van Mario. Oh, oh, Mario. Oh, oh, Mario! Oké, zodra die dus daar is, doen we ons ding. Draaien we ons om, springen we, lopen we daar en gaan we omhoog. Oh! Nu moet ik niet meer doen, hè? Ik kan niet meer dan dit, hoor. Ik train met een ongeluk. En ik win op een dag, ik win op een dag, ik train met een ongeluk. En ik win op een dag, ik ga altijd door, ik geef niet op, ik eet geen drop. Maar wat ging er hier dan fout? Ik ging te ver. Ik denk dus dat die vallen. Ah, ik heb hem! 34! Nog één ster! Woehoehoe. Gaan we dat ook in dat level halen? Dat doen we. We gaan de 100 muntjes halen. Ja! De elevator tour in de tornado, dat klopt. Dat ding waarop we met de lift moesten staan en toen hingen we in een paaltje en dat ging helemaal mis en dat werd hem niet. Dit was echt heel dom. Oké, we gaan verder. We zitten op de 20 minuten. Het kan nog steeds, zeg maar, onder dat half uurtje. En dat is heel graag wat ik wil. Want Ivar moet een half uur inhalen. Als wij dan een half uur gespeeld hebben, dan weten we in ieder geval dat iedere minuut... Oh, nee. We doen het wel via de veilige weg. Is goed. Oké, is goed. Here we go. In de vulkaan. En dan moeten we dus deze kant op. En dan hebben we hier zo meteen die lift. En dat ging niet zo goed de vorige keer. Laten we kijken of dat deze keer wel een beetje goed wil gaan. Dat zou schelen, hè, dames en heren. Vind ik ook. Even kijken wanneer we moeten overspringen. Dat is, als het goed is, hier draait die... Oh nee, hier moeten we eerst nog op een andere. En die draait om een paal heen. Hier. Zo. Deze gaat om een paal heen draaien. Even de microfoon een stukje aan de kant. Zo, in die paal. En hier werd het heel even lastig. Want, hier zijn vlammen. Nee! Oh my god! No! Mario! Shit. Oké, 100 muntjes. Ik weet niet of dat nou heel erg moeilijk hier was. Oh god, telefoon. Maar dit is niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Ah! Ik vind dat ik een pauze heb. Kevin, knip dit eruit. Maar jongens, ik was bezig met die 100 muntjes. En dan ben ik dood. Dit is oneerlijk. Knip dat hele stuk er maar uit, Kevin. Dat is eerlijker. Oké, ik moet ook al die boiled bullies shizzle doen. Ik krijg daar een muntje van. Nou, oké. Nou, dan krijg ik daar geen muntje van. Ook dikke prima. Ja, hier zijn muntjes onder. Die kan ik dus wel met die sliding halen. Ik weet dat ik hem... Hij moet mij zien. Zie mij. Dan ga ik draaien, dan wordt hij gek. Dan wordt het een blauw muntje. Geheimpjes met Ivar. Nee, wacht! Ik was heel even bang dat hij weg zou gaan. Mazzel, niet. Ga iemand, mazzel. Goed zo, brave hond. Oh, burn, baby, burn. And it's going for more. Nou, ah! Oh god, dit is heel slecht. Zo kunnen we natuurlijk niet overwinnen. Dat is wel de planning. Nee, niet steeds doen, jongens. Fucky. Nee! Nou, 26. Superleuk, maar ik moet er echt veel meer hebben natuurlijk. Ik moet er 100 hebben, jongen. Oh, muntjes komen vrij. Moet ik hebben. Yippie. Volgens mij moet ik hun ook verslaan. Kan ik. Dit stukje gaat goed, hè? Dit is ook niet moeilijk. Ik bedoel, het draait een beetje rond en je moet een beetje in die paal springen. Maar dit stuk is zo kut. Want je vliegt zo hard eroverheen. Terwijl dat helemaal niet mijn bedoeling is. Oh, oh. Nee!
Nee, oh, wat is dit stom? Oh, ik stond er. Ik dacht echt dat ik die paal vast had. That's what she said. Oh, goddammit. Fuck. Ik ga de bullies niet verslaan. Als het erop aankomt, dan zal dat wel moeten en zo, maar ik ga het er niet op wagen. Oh, dan valt hij er wel in, behalve als ik er zelf in klim, hè. Shin. Wat is dit? Oh my god, I didn't expect that to happen. Hoe kom ik hier weg? Hier wil ik niet zijn. Moet ik vliegen? Oh, dit is allemaal niet onderdeel van mijn plan, jongens. Nee. Nee! Oh, dit is allemaal naar. Come on, Kevin. Je weet dat je beter bent dan Ivar. Je weet dat je beter bent dan Ivar in deze game. Laat dat dan ook zien. Laat de kijkers zien dat Ivar in geen enkele game beter is dan iemand anders. Jij bent de baas van deze game. Zo. We gaan namelijk nu het paaltje rond. En dan spring je in dat paaltje. En goed zo. Wat je dan doet, je wacht hier netjes totdat de vlam voorbij is. Zo ja. Dan spring je namelijk hier. Oké, okay. Dan spring je hier. Nee! Ben ik nou dom? Ja, je bent dom, Kevin. Je beantwoordt de vraag al voordat je de vraag überhaupt klaar bent met stellen. Maar hoe de fuck? Hoe de fuck kun je twee keer naast de paal springen? Come on. Come on, Kevin. De laatste ster. De laatste ster. You can do this. Oké, iets zakken. Nee! Nou! Kan ik niet gewoon een konijn pakken? Ah, die knoppen doen het niet ook, hè? Oh, die knoppen zijn zo vervelend. Ja, ik heb het konijn! Hoef ik niet de rode muntjes te doen. Alle 100 muntjes, dat moet pas volgende keer. Oké, kijk. Yes! Met een kleine correctie denk ik ongeveer dat ik 25 minuten ben bezig geweest. Ik heb misschien een beetje fout, ik weet het niet. Maar I am having 35 sterren. Kijk, waarom is dit zo makkelijk? Ja. Mario. Here we go. 25 minuten, 23 seconden. Ja, lekker jongens. Dit was een lekkere aflevering. Dat zou toch heerlijk zijn om nog meer afstand tussen ons te creëren. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende aflevering. Hoe Ivar het heeft gedaan, dat zie ik pas in de edit, want hij is nu niet hier. Maar volgende keer zijn we natuurlijk weer samen roommates. Yeah. Mensen, bedankt voor het kijken. Hoop tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier. Doei!